Het wonderbaarlijke vermenigvuldige meneer Pastoor gebeurt dus ook wel buiten de kerken. Maar degene die toen dacht slopen drie keer te worden, dat doet 's nachts geen ogen meer dicht. Hè? Pastoor van Wij hebben ons nog wel zo waarschuwd. Hij zei, denk erom, rijkdom is als het zoute water van de Dode Zee. Hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt. Zei, nou, dan had ik al wel miljonair kunnen zijn, zo'n dorst als ik soms heb. Ik was de voorbieder dokter. En ik zei, dokter, u denkt dat ik er goed aan doe op een paar dagen in bed te blijven? Nee, zei de dokter, liever een paar nachten. Je stomme geld. Uit opport hij er niks aan. En uit uitgeef beter ook kwiet. Omdat geld stinkt, denkt de gemeente niet voor niks. Wie spuwt het maar door het riool? Ja, zie nu mijn tong praten, maar zoveel heb ik nog nooit gebeurd. Mijn buurjongens waren dan opscheppen met elkaar. Het eerste joch zegt, mijn papa zet een stuk of wat regels op papier. Hij noemde dan een gedicht en kreeg er zo 100 euro voor. Het tweede joch zegt, nou, mijn papa zet ook wat regels op papier. Hij noemde dan een lied en kreeg er met gemak 200 euro voor. De derde jongen die misdienaar was in de basiliek, die zei, zal toen nog sterker vertellen. Onze pastoor schreef ook wat regels op papier. Hij noemde dan een preek. En als hij die preek aan de mensen heeft voorgelezen, bent er na afloop 4 personen nodig om al het geld op te halen. De paus is onfeilbaar, maar nu denk ik wel eens, dat heb ik vast verkeerd verstaan. Dat moet wij onpeilbaar. Ja, sommige RK's ben je helemaal de weg kwijt. Zoals die domme bisschop in Engeland, die gelooft niks meer. Zelfs geen holocaust. Ik vroeg pas aan mijn kleindochter, Jasmijn, bid jij elke avond nog wel je avondgebed? Nee, zei ze, dat doet mama altijd voor mij. Ik dacht, hoe heet haar? En ik vroeg haar, en wat bidt mama dan? Nou, mama bidt altijd, goddank, die ligt eindelijk in bed. Onze eerwaarde, zeer eerwaarde pastoor Verwij is bezig met een nieuw parochieverband, maar ik heb zo mijn twijfels. Zo gauw als de verband aan te passen heb, en nog wel bij het kruis. En dat in een parochie met Hans de Kort als de Messias. Trouwens, Hans mekkert lang niet zoveel als jullie denken. Sowieso is bewezen dat mannen doorsnee maar 8000 woorden op een dag gebruikt en vrouwen door een ting 16000, het dubbele. Maar mijn vrouw is erg logisch. Dat bewijst nog eens te meer dat jullie keels niet al te snugger bent, niet snel begript en willen alles twee keer moet zijn. Ja, ja. Hak mij dat. Maar deze kletskousen is tenminste nog te stoppen, aan u. Mm-hmm.